Dit is het Weerjournaal van Weerplaza. Veel bewolking boven Nederland. Soms schijnt de zon er even doorheen. En dan poppen de stapelwolken op en ontstaan stevige buien. Die buien hebben we vanavond ook nog. Met name in het zuidoosten van het land kan er ook nog onweer bij zitten. In de loop van de avond worden de buien wat minder actief. Klaart het vooral in het westen weer wat op. 17 of 18 graden, vannacht minimaal tussen de 12 en 14 graden. Er kan nog steeds een enkele bui vallen. Als het opklaart, kan het ook wat nevelig worden. De wind waait uit het zuidwesten ook morgen overdag, draaiend naar. West en ook iets toenemend bij zee, tot vrij krachtig windkracht 5. Temperaturen 19 of 20 graden, af en toe wat zon, geregeld ook buien, met name in het binnenland. Zondag, met wat geluk op de Waddeneilanden, droog weer, maar verder nog altijd buiig, met in het zuiden ook kans op onweer. Het is aan de frisse kant 19 graden en er staat een stevige noordwestenwind. Temperatuur verandert de dagen daarna niet of nauwelijks, vanaf dinsdag wordt het wel minder buiig. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl